Welkom bij deze video waarin ik je uit ga leggen wat een barré-akkoord is. En misschien ben je wel eens in Frankrijk op vakantie geweest en heb je een barré gezien. En dat is eigenlijk een grote dam of misschien wel een brug. Waar heb je het over, denk je misschien? Nou, ik ga even een bruggetje maken naar het volgende. Als je een normaal akkoord speelt, dan leg je bijvoorbeeld bij een E-akkoord je vingers daar neer. En zonder dat je het weet, is dit de brug. Misschien weet je het wel, maar misschien heb je er nooit bij stilgestaan dat je die brug op kunt pakken en een fret verder kunt leggen, een positie hoger. Dat doe je met deze vinger. Voilà le barré. En wat doe je dan? Je legt hem hiervoor strak neer. Je knijpt hem in. En dan is eigenlijk alles één halve of een toon hoger. Vervolgens leg je het akkoord daarnaast. En in plaats van de E heb je nu de F. Dus A, B, C, D, E, F. Dat trucje kan je continu volhouden door weer twee posities verder te gaan staan en heb je het G-akkoord. Dit trucje nog een keer, twee posities verder. Ik ga er even in een vogelvlucht doorheen hoor. Dan heb je het A-akkoord. Dus onthoud goed, een barré is in feite niks anders dan je vinger in de eerste positie, tweede, derde of vierde positie neerleggen en daarachter het akkoord pakken. Dat kan je niet alleen met het E-akkoord, dat kan je ook met het A-akkoord. Als je daar je vinger voor legt, heb je bijvoorbeeld in de tweede positie het B-akkoord. En het B-akkoord is nou net een van die akkoorden die je niet kunt pakken zonder barré, althans niet goed. Dus dat is een barré-akkoord.